Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Hier en daar wat opklaringen boven Nederland, maar ook uitgestrekte wolkenvelden. En uit die bewolking valt van tijd tot tijd een bui, vooral in het zuiden en ook in het noorden van het land. En de buien in het noorden van het land breiden zich langzaam uit over de rest van het land. Die zon schuift dus langzaam in zuidelijke richting. Vanmiddag begint het langzaam in het noorden weer wat vaker op te klaren. En dan zien we de meeste buien in het zuiden en midden van het land. Maar dat zal wel laat in de middag gebeuren. Inmiddels is de temperatuur opgelopen naar 10 tot 12 graden. En de west- tot noordwestenwind is meest matig van kracht. Vanavond wordt het van het noorden uit droog en klaart het langzaam ook verder op. Temperaturen gaan flink dalen en met opklaring in de nacht in het noordoosten kan het kwik zelfs tot rond of iets onder nul zakken. Morgen overdag hebben we temperaturen van 10 tot 14 graden. Het warmst wordt het in het zuiden. Eerst valt er wat motregen, maar is het vaak ook droog. Later regent het wat harder, en zo tegen de avond wordt het dan langzaam weer droger. Woensdag trekt een zone met actieve neerslag over het land. Het wordt dan 11 tot 15 graden. En die temperatuur houden we ongeveer vast. Met donderdag en vrijdag wel af en toe de zon, maar van tijd tot tijd ook stevige buien. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.